Ben je op zoek naar een nieuwe selfie stick voor je smartphone? Dan is dit misschien wel de selfie stick die je zoekt. Laura Elsman hier, online videocoach voor ondernemende vrouwen die hun business willen laten groeien met behulp van video. En zo'n tool als een smartphonehouder of een selfie stick of een selfie stok, dat is ontzettend handig om mooiere, betere video's te maken waarin je verbinding maakt met potentiële klanten. Dus lijkt het je leuk en vind je het interessant om te onderzoeken of dit de selfie stick is die bij jou past? Like deze video dan, laat een opmerking achter zodat ik weet dat je gekeken hebt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want er komen nog veel meer leuke video's aan. Dus we gaan het vandaag hebben over deze betaalbare en interessante selfie stick die je zowel in je hand kunt houden als ook kunt neerzetten. Die ga ik zo meteen uitpakken en laten zien wat de voordelen daarvan zijn. Maar zoals je misschien achter mij ziet, ik heb ook nog een collectie van andere selfie sticks die ik ook heb gekocht eerder. En daar heb ik ook eerder in video's over verteld. Door al die ervaringen weet ik gewoon nu wat de verschillen zijn. En kan ik je ook laten weten waarom ik deze selfie stick nou weer heb gekocht. En misschien is dit dan ook de selfie stick die voor jou interessant kan zijn. Overigens zie je hierachter ook allemaal goodie bags staan. Die zijn bedoeld voor de deelnemers aan mijn video inspiratiedagen. Die komen er binnenkort aan. Dus mocht je dat leuk vinden, kijk even op mijn website lauraelsman.nl. Want daar vertel ik je meer over de video inspiratiedagen. Maar goed, eventjes terug naar die selfie stick. Super interessant. Waarom heb ik nou weer opnieuw een nieuwe selfie stick gekocht? Ik ga het je laten zien. Ik wil je graag eventjes laten zien wat mijn allereerste selfie stick was. Maar ik ga toch eventjes die goodie bags opruimen, want anders leidt dat veel te veel af van mijn boodschap. Moment. En die bloemen in die vaas, die moeten ook weg. Want dat leidt me veel te veel af. Veel te veel rommel. Weg ermee. Dit oogt veel rustiger. Nou, echt stukken beter, want je ziet gewoon dat het nu veel rustiger is in het beeld. En ja, doordat ik gewoon video's blijf maken, zie ik gewoon elke keer weer verbeterpunten aan mijn video's. En mijn video's zijn echt niet perfect, laat dat even duidelijk zijn. Maar ik blijf gewoon doorgaan en ik blijf experimenteren en gewoon lekker spelen en leren van mijn eigen video's. Dus mocht je ook aanhikken tegen het maken van video's, wees je ervan bewust dat door juist die video's te maken, dat je ook heel erg gaat leren van je eigen ervaringen. Want stilstaan is gewoon geen manier om te leren over video's. Dus weer even een tip. Goed, we gaan het nu eerst hebben over mijn eerste vlogstick. En dat was echt een fantastische vlogstick. Namelijk deze, de iClip Grip. Dat is een vlogstick die heel multifunctioneel is. Want zoals je op de doos kunt zien, je kunt hem helemaal omhoog uitklappen. Je kunt hem wat kleiner maken. Je kunt hem in je hand houden. Je kunt hem dus neerzetten. En je kunt ook, wat ik heel fijn vind, het bovenste gedeelte eraf draaien. Maar er zijn toch een aantal nadelen van deze vlogstick. Namelijk, dit is de kleinste grootte waarmee je hem kunt inklappen. Als ik dit vergelijk met mijn nieuw vriend, die heb ik gekocht, die is maximaal zo groot en die stop je gewoon veel makkelijker in je handtas. Dus wat dat betreft is deze niet per se een aanrader. Hij is namelijk ook vrij duur. Als die al verkrijgbaar is, dan is die rond de 60 euro. Ik zeg niet dat dit niet het geld waard is, maar als ik je iets kan aanraden wat jij bijvoorbeeld heel fijn vindt om makkelijk mee te nemen of dat het gewoon compact is en heel betaalbaar, dan zeg ik ja, koop deze dan niet. Nou, en vervolgens kocht ik de 3-in-1 Bluetooth selfie stick van Maxter. Sowieso scheelt dat echt enorm op de prijs, waar die iClip Grip zo'n 50 of 60 euro was, als die nog verkrijgbaar is. Dan was deze online voor 15 euro, maar ook bij de Action soms te vinden in het schap voor een euro of 5. Dus super handig en fijn. Alleen, ja, daar kleefde toch wel eventjes wat nadelen aan. En een van die nadelen is dus dat dat kopje, die smartphonehouder aan de bovenkant, die kan dus niet gekanteld worden. Dus daardoor kan je dus hiermee niet echt makkelijk TikToks of Instagram Reels of Stories maken. Oké, en toen kwam ik deze nog tegen bij de Action in het schap. Nou, zo leuk. Ik was helemaal blij, want ik dacht, ah, nog een leuke selfie stick. Ik had deze selfie stick al eerder in een vlog laten zien, dus ik zal er eventjes wat korter over zijn.
Dus dit is hem even uit de verpakking. Hij kan inderdaad lekker staan. Het is best een stevig materiaal. Hartstikke leuk. Het nekje kan alleen niet zo heel ver uitgetrokken worden. Wacht even. Oh, dit was het al. Oké, dus dit is de maximale hoogte. Echt waar? Nou, verder kan hij niet. Oh, hij kan alleen naar beneden en omhoog. Dan zie je dus dat hij echt veel te laag staat. Ik laat je even het verschil zien. Dus dit is die eerdere Maxter. Dan zie je dat deze veel hoger kan. Dus die staat nu op ooghoogte met mij. Deze Grundig, die komt niet verder dan tot hier, zeg maar. Dus dan krijg je eigenlijk weer dat beeld dat je de onderkant in je neusgaten, zeg maar, weer zit te filmen. Dus dat zou ik niet per se aanraden. Ja, als jij hem zelf wel hebt gekocht, nou ja, prima en hartstikke leuk. Want heel fijn hiervan is dat hij dus ook horizontaal en verticaal kan. En heel makkelijk ook nog. Dus dat is heel fijn. Dus ja, hij is super laagdrempelig. En als je dat allemaal niet boeiend vindt hoe hoog jouw camera staat, ja, dan kan je gewoon voor een paar euro zo'n superhandige staande selfie stick kopen. Dus die is top. Nou, en dan uiteindelijk de selfie stick tripod die ik dus onlangs heb gekocht. Ik zal hem eerst even uit de verpakking halen. Hij is dus allereerst heel lekker klein en compact. Hij kan dus heel goed in je binnenzak bijna. Of gewoon heel handig in je handtas. Nou, je vouwt hem uit. Hij voelt ook best heel erg stevig. Dus dat is heel mooi. Over de prijs. Ja, je moet zelf maar even online kijken. Want de prijs kan online natuurlijk variëren. Ik zal wat linkjes hieronder plaatsen. Dan kan je even zelf kijken. Dan kan je hem heel makkelijk uitklappen. Kun je dus heel makkelijk je smartphone erin plaatsen. Nou, dat gaat heel soepel en heel fijn. En hij blijft er ook goed in staan. En hij kan vrij breed, dus er kunnen nog veel bredere smartphones in. Dan zit er ook nog een afstandsbediening bij ingebouwd. En je kan er inderdaad je smartphone mee aan- en uitzetten. Zowel de fotofunctie als de videofunctie. Dus dat is heel fijn. Dus dan hoef je niet steeds met die vinger naar die camera. En die handbeweging staat dan ook niet meer op de video. Dus dat is ook heel fijn. Nou, je kunt hem dus uitklappen. Hij voelt echt wel heel stevig. En dan kun je hem dus ook nog, dat is wel echt een tip als je hem hebt gekocht. Want zo kan je hem dus niet neerzetten, want deze is dan te lang ten opzichte van deze pootjes. Dan moet je hem ook nog iets naar boven schuiven, zodat hij op de juiste hoogte is. Dus hij moet wel stabiliteit geven, maar hij moet niet te lang zijn. Dus hij staat vrij stabiel. En zeker als je dat middelste pootje ook als een soort stabilisator in het midden zet. Hè? Dus dan moet hij niet te veel wankelen. Het grootste voordeel natuurlijk is dat je dat kopje kunt draaien. Heel makkelijk. Dus ja, dat vond ik wel echt heel fijn. Dus deze heeft gewoon zo'n draaisysteem wat mijn andere smartphonehouders niet hadden. Hij kan ook hoog de lucht in. Kijk, hij kan zelfs hoger dan ik. En ik denk ook zelfs dat hij het hoogste kan van alle smartphonehouders die ik heb. Kijk, hij wint het ook nog van mijn vorige selfie stick. Die kwam niet hoger dan hier. En deze is nog hoger. Dus mocht je echt bijvoorbeeld shots nodig hebben. Dat je bijvoorbeeld echt gaat staan. Of dat je ergens op neer wilt kijken. Dan is dit dus echt een hele goede hoge selfie stick. Nou ja, en je kan hem dus inklappen. Hoe fijn. Je kan hem dus ook mega ver wegzetten van je hoofd. Hij is echt super lang. Dat is op zich goed, want dan kan je echt wat meer van jezelf laten zien. Alleen het nadeel is, hoe langer zeg maar die stok is, des te wiebeliger het beeld kan worden. Dus daarvoor moet je wel echt een bepaalde techniek toepassen om die selfie stick echt goed stil te houden. Oké, maar is die ook hoog genoeg voor opnames dat je bijvoorbeeld zit op een stoel en dat je hem op de grond zet? Nee, dan komt hij dus weer tot borsthoogte, zeg maar. Nou, heel interessant, maar niet voor vlogs waarbij je iets wil inspreken. Dus dat zou ik niet per se aanraden. Dan zou ik echt gaan voor een hoger statief, waarop je gewoon tot 3 meter de lucht in kunt. Maar ik moet dus zeggen, alles bij elkaar opgeteld, geloof ik dat je voor dit bedrag, wat je betaalt voor deze smartphonehouder, een staande selfie stick tripod, dat je daar echt een goede investering in hebt. En zeker als jij gewoon vaker video's wilt opnemen en dat je geïnspireerd bent, omdat je vanuit jouw vakgebied gewoon zoveel leuke dingen te vertellen hebt,
zoveel interessante inspiratie wilt delen met jouw potentiële klanten, ja, koop dan alsjeblieft zo'n type smartphonehouder die je zowel verticaal als horizontaal kunt maken, op afstand kunt bedienen en ook nog heel groot en klein kunt maken voor de close-ups. Zo close-up dus. Tot zover het vlogstick nieuws. Ik hoop dat je hebt genoten. Vond je dit een leuke of interessante video? Laat het alsjeblieft even hieronder weten. Ik vind het ontzettend leuk om van je te horen. Ik ben ook heel erg benieuwd namelijk wat jij doet met jouw bedrijf. En waarover jij video's gaat maken. En deel dat ook vooral. Want weet je, je kan wel gewoon stil blijven. En je kan jezelf onzichtbaar laten zijn. Maar daarmee kom je niet vooruit. En daarmee ga je niet de klanten bereiken die je nu had kunnen helpen. Dus doe het voor je klanten. Laat jezelf maar zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Ciao!